Deze samenvatting wordt u aangeboden door Jan Lichtenberg Hypotheken en alle verzekeringen. Welkom bij Excelsior 31 TV. Excelsior 31 speelde afgelopen zaterdag een oefenduel hier thuis op de Koerbelt tegen HZVV. Laten we gaan kijken naar de hoogtepunten van dit duel. Ja, dat het, wat ik de ploeg wel kan verwijten is dat we gewoon te weinig doelpunten hebben gemaakt. Een tegenstander wat het goed compact hield, vooral de eerste helft. Hè, waar het ook moeilijk doorheen voetballen was. Waarin we de eerste helft denk ik 2-3 kansen hebben gehad. Waar we 1 goal maken. Nou, dat was op zich wel aardig gezien het, nou, het beeld van de wedstrijd dat ook lastig doorkomen was. Hè. Dat deed de tegenstander erg goed. De rust ook over gehad. Hoge tempo. Ballen in de as waar mogelijk kan het niet. Hè. Breng hem naar de zijkant. Want dan moet de tegenstander daar ook weer komen. En dan krijgen wij ergens anders op het veld weer andere ruimtes. Nou, en dat kon je de tweede helft wel goed zien. Dat deden we ook wel heel aardig. Ja,
Ja, en hebben we best wel heel veel kansen gekregen. En hadden gewoon meer doelpunten moeten maken. Met alle respect voor de tegenstander. Alleen ik kon het op een gegeven moment ook niet meer belopen. Hè, dit was hun eerste wedstrijd van dit jaar. Ze hebben lang nog in de zaal gevoetbald. Protoserveringen toernooi. Dus die zaten er op een gegeven moment wel doorheen. Ja, dan moet je zelf belonen en moet je meer goals maken. 2-0 winst vandaag. En nu op naar het volgende oefenduel. Komende dinsdag spelen we uit tegen SVI. Heel graag tot dan. Deze samenvatting werd aangeboden door Jan Lichtenberg, Hypotheken en alle verzekeringen.